wedstrijd zou worden. We gingen uiteraard voor de overwinning, maar dat was ook best dichtbij. Maar uiteindelijk kan ik wel leven met een gelijkspel. Ja, ik denk achteraf hadden we de eerste helft een betere kans in opzicht van de tweede helft. Terwijl de tweede helft wel juist iets meer geprobeerd hebben naar voren te voetballen. Dus ongelukkig achterkomen en dan toch vlak voor rust gelukkig de gelijk maken. Dus voor hetzelfde gaan zij met 2-1 voor in de rust. Volgens mij hebben we een aardige wedstrijd, een open wedstrijd gezien. De mensen waren enthousiast. Dus wat mij betreft een goede opening, ja. Hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Intens, volgens mij. Met name het begin, omdat die jongens er ook wel wat afwachtend begonnen. Dus ik had wel veel energie nodig om ze wat meer naar voren te schreeuwen. Nou, pas in de rust is me dat echt goed gelukt. Dus een beetje genoten op voorhand. En tijdens de wedstrijd ben je gewoon bezig om te zorgen in ieder geval dat de tactisch goed staat. En die jongens door de laatste vermoeidheid in de laatste fase doorheen te schreeuwen. Dus intens beleefd. Nou, dat is best een uitslag met perspectief. Kijk, als je verliest is het heel simpel, kun je alleen nog maar tweede worden in de pool. En nu is er misschien ook nog een klein kansje op de eerste plaats, afhankelijk van doelsaldo. Dus nu eerst maar eens even de wedstrijd even van ons af laten glijden en dan maandag naar Spanje toe.